Frey Holland. Daydreamer. Kijk, dus Frey Holland. Ze houdt van poezen. Nou, hè? Schep toch een band. Ah, kijk, ze vertellen nu het verhaaltje. Dat ze naar de wereld van Aethea gaat. Ja, powerful spells. Ze kan op een surfplank surfen door de wereld. Ze ziet er nu al goed uit. Ik ben nog ineens aan het spelen. Kijk, zij had zo in Eldering kunnen zitten, maar ze zit in Forspoken. Kijk nou. Oh, is toch mooi. Dikke draak. Nou, daar gaan we. De Forspoken demo. Dikke brug. Dit had zo Elden Ring kunnen zijn. Alleen dan minder duister. Begin de tutorial. Nou, laten we dat maar proberen. Hè. Move. Nou, dat kan ik. Magic parkour. Daar gaan we. Hoppa. Magic parkour. Let's go. Magic parkour is dus eigenlijk gewoon over dingen heen springen. Kan ik ook naar de overkant hier. Hop, hop, hop. Oké, movement is lekker. Movement is fijn. Ziet er goed uit, jongens. En meisjes. Kijk, er staat daar iets boven. Oh jee, hier gaat gevochten worden. Magic attack. Nou, hier. Switch spells, oké. Okay. Here we go. Ah, kijk. Deze is lijp. Een soort van... gun op een ding. Hier, komt ie. Pow. Shotgun spel. Oké, okay. Nou, dat werkt. Oh. En rennen. Ja. Yeah. Oh, dit is een shield shot. Die moest ik hebben. Ja. Yeah. Oké, ik ben even de controles aan het proberen. Maar daar gaan we. Oh jee. Kasp. Switch spells, oké. Okay. Oké. Support spell. Maar dit doet het niet. Moeten die hebben zeker? Yep. Ah, dus een... oh, dan krijg je een soort van plantje. Ah, die gaat je helpen. Oké, okay, duidelijk. Hebbes. Slide strike dex. En nu alweer de knop vergeten voor de parcours. Switch in between, oké, okay. Ja. Ik vind het leuk dat die tutorial vol over beeld staat, maar je ziet helemaal niks. Deze is wel lekker. Een soort van Gatling Gun spel. Oké, dat is wel sick. Oké, doorrennen, daar gaan we. Piepiew. Yes, laat me even snel zien. Cuff scan, movement. Oké, okay, duidelijk. Let's go. Voorspoken demo. Dat was duidelijk. Dat heb je net ook al drie keer gezegd. Check objectives. Go to the central view. Water garden. Oké, okay, gaan we dat doen.
Ah, kijk, dit zijn al waypoints. Nou, laten we die pakken. Ze heeft een soort van magische schoenen waarmee ze heel snel kan rennen. Wie? En ze kan omhoog maar springen. Nou, wat gebeurt er in dit gebouwtje? Kunnen we hier naar binnen? Yes. Oh. Open. Anybody home? Thankfully not. Jawel, jij bent er toch? Oh. Ik hoorde wel iemand. Pak het. Pak het. Quite the lucky find indeed. Tegen wie praat ze nu? What was I gonna make again? Nou, hier kan je craften en upgraden. Oké. Okay. Kijk eens. Verschillende cloaks heb je. Necklace. Kan ik die nemen? Oké. Nee dus. Top. I changed my mind. I want to rest some more. Ik wil helemaal niet uitrusten. Moet door die game heen buiken. You wouldn't be saying that if you knew how comfy that bed was. Oké, wat is dit? Oké, hiermee kan je fast travelen. Laten we even over deze grote brug heen gaan. Kijken wat er hier allemaal gebeurt. Ik zie sowieso enemies. Ik ga gewoon vol erlangs. Hop hop. Doei doei. Dat is handig. Evasion, dat is wat ik net deed. Ik kan er dus gewoon langs. Hoppa. Dan hoef je niet dus met elke enemy te gaan battelen. Kijk, die dingen op de berg zien er eng uit. Het ziet eruit alsof het kan bijten. Ik voel me nu nog wel een beetje doelloos. Ik ben een beetje aan het rennen. Plankjes aan het pakken. Maar dat komt waarschijnlijk ook omdat we nu gewoon ergens midden in de game beginnen. Kijk, er zweven allemaal stenen. En hier zijn enemies. Hoppa. Oh, ik heb steeds verkeerd op. Het scherm in de chat staat voor jou gewoon aan, toch? Links? Nee, het scherm in de chat voor mij staat uit. Shit. Plop. Kijk, hertjes. Plop, 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 plop. That's not doing much. Nou, dat doet weinig inderdaad. Oké, okay, die magic assists zijn dope. Daar kan je wel leuke dingen mee doen. Wow, kijk dat dikke hert. Oh, die valt aan. Kijk hem, ga joh. Prap, prap. Voor de mensen op stream. Ik zie jullie nu pas. Hallo, goedemiddag. We zijn even een half uur let's play aan het doen. De Forspoken demo, die is vannacht gedropt naar de Game Awards. En daar gaan we. Dit is Giozel, Scout the Area. Dat kunnen we doen, maar we kunnen ook gewoon iedereen te grazen nemen natuurlijk. Dodge rolls, oké. Okay. Ja, yeah, prima. Oh, come on. Nou, de game ziet er leuk uit. Maar geniet ik er ook van. Ja, ik mis een beetje een intro in de wereld. Een beetje een doel wat ik nu aan het doen ben. Ik ben nog aan het wennen aan de controls. Okay. Oh, die had ik net ook. Dus een shield. Wap, oké. Okay. Die zijn resistant. Ah, kijk. Een soort van plant strike heb ik. En die doet daar niks meer. Maar die moet dan weer chargen. Alright, alright. En shield. Scatter shot.
Oké, die is wel sterk. En we gaan door. Voor de mensen in de chat, we zijn nu ook meteen een YouTube Let's Play aan het opnemen. Dus ik kan niet echt reageren op inhoudelijke vragen. Het is wat het is, komen we later op terug. De game ziet zelf ziet er wel echt heel goed uit. Ik hou van die reflecties. Als je zo om je heen kijkt. Maar laten we even kijken wat we kunnen doen. Defeat all the enemies at the moment. Oké, dat moeten we doen. Dat is een objective. Nou, dan gaan we dat even doen. De brug waar we net overheen waren gegaan. Al die enemies moeten we clearen. Nou, ik kom daar vandaan. Oké, daar staat er ook een dingetje boven. Het gras is grassig. Veel details in het gras. Dat is mooi. En dit is inderdaad een soort van open world RPG. Praat de hele tijd iemand tegen me? In mijn oor. Is dat de cloak? Is dat een soort van stem? Oké, deze brug moet vrijgemaakt worden van enemies. Nee, dit is een andere brug. Is het een andere brug? Het is een verkeerde brug. Deze brug hebben we, moeten we helemaal niet hebben. We moeten die brug hebben. Merville Bridge. Waar ben je, Merville Bridge? Ik denk dan daar. Even een kilometertje rennen. Nou, dan gaan we dat doen. De brug is inderdaad niet ingestort. Ik kan ook de map even bekijken. Dat zou kunnen. Oké, dit is de andere bridge. Superera Bridge. Ja, deze bridge moeten we hebben inderdaad. Dus daar gaan we. We gaan de goede kant op. Hoppa. Ze is wel lekker bewegelijk. Het hoofdpersonage van deze game. Hallo monsters. Je rent overal lekker snel overheen. Alsof het Assassin's Creed is. Hetzelfde soort mechanic. Alleen je voelt hier wel wat bewegelijker. Ze danst de hele tijd een beetje op het scherm. En we zijn bijna bij de brug. Waar we alle enemies moeten uitschakelen. Het is leuk, Cody. Maar ik ben pas net bezig. Kom ik daar in de buurt? Nee. Prap, prap, prap. Kijk, daar zijn we. De brug moet leeg. Merville Bridge. Eliminate the enemy. Nou, dat lijkt me geen enkel probleem. Prap, prap. Oh, nou ja. Restore your health. Laten we dat maar even doen. Je wil een soort van melee combat doen. Ah, dat kan ook. Deze is wel fijn. Oh, het zijn wel heel veel enemies. Die wil ik. Hier, help dan. Ja! Kijk, dat plantje is handig. Die spels zijn wel dope. We zitten op de goede brug. Alle enemies moeten er hier aan. Dat waren ze volgens mij. Oh nee, nog eentje. Hop, hop, hop. Daar is nog eentje. Prop, 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 prop. Uh,
shield. Die was aardig raken, vriend. Ja, die spels zijn wel tof. Oh, niet vallen nu. Nee. Ah nee, ik val van de brug. Niks aan het handje. Ik moet alleen weer helemaal omhoog rennen. Maar dat kan. Nee, ik kan niet alle Spider-Man daar erop rennen. Maar... Nee, we moeten echt weer even ergens omhoog. Dat is wel jammer. Kleine omweg komen we wel weer bij de brug. Geen paniek. Kom ik hierop? Nee. Ja. Misschien zegt de kaart wel iets waar we erop kunnen. Oké, ja, daar is de brug. We moeten echt hier ergens omhoog. Ik zit in een dal. Misschien moet ik hier naar de overkant en zo weer terug. Zo kan ik wel weer terug. Nou, dan doen we dat. Oké, tip nummer 1. Wat ik heb geleerd tijdens Forspoken. Niet van de brug vallen. Thanks voor de sub. Bij Dino. En kan je zwemmen? Belangrijk, hè? Je hoeft niet te zwemmen. Je loopt over water natuurlijk. Hoppa, kutjes. Kijk, mooi grassig gras. Ze is wel de hele tijd aan het praten. Tegen de klok. Ik denk dat het de klok is. En dan gaan we weer op naar de brug. Om de laatste enemies te pakken. Danger, yes. En dan zijn we weer. Wat? Al die enemies zijn weer gespand. Oké, dat is gek. Nee, 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 nee. Ah. Ja, dan val je gewoon weer van de brug af. Dat is vervelend. Ja, dat snap ik, vriend. Moet je dan weer helemaal omlopen om weer de brug op te gaan? Oké, dat is vervelend. Je hebt dus een soort van... knop. Dan trek je jezelf naar de enemies toe. En die trek je van de brug af. En dan moet je dus helemaal om gaan lopen. Om weer... daarboven te komen. Kan je zo lopen. Dat is het harde leven in Aethia. Niet van de brug afvallen. Breek niet alleen je poten, je moet ook de hele tijd omlopen. Ik ren nu een kant op, maar niet een idee dat ik daar erop kan. Nee. Ik moet serieus die andere kant, ik moet weer daarheen. Hier kan je er ook wel op, denk ik. En dan moet je ook helemaal omlopen. Oké, het moet gewoon zo terug. Deze missie kan de brug op, ja. We gaan een andere proberen. Journal. Dive into... Rosewood Font. Oké. Die gaan we doen. Dat moet dan die zijn, denk ik. Ja. Nou, dan gaan we die kant op. Hoppa. De wereld ziet er wel vet uit. Ik ben wel benieuwd wat er nog meer voor ons in petto heeft. Je kan lopen over water. Nou, daar zijn we. Ah, so that's what I was hearing.
Ja, je kan erin springen. Oké. Okay. Ze heeft een bommetje gedaan. Ze is net zo talkie als Aloy. Nou ja, ze is heel erg talkie. De hele tijd aan het beppen. En wat er nu gebeurt? Ah, oké. Okay. Nieuwe spells. Yes, nice. Ah, deze had ik net moeten hebben toen ik van de brug afviel. Je valt van een brug af, maar je kan er zo weer op klimmen, spel. Nou, bedankt voor het leren. Net te laat. Oh, kijk. Ben ik nog gek of waren die bloemetjes er net nog niet? Die waren er net nog niet, toch? Oh. Nou, dan kunnen we weer terug naar de brug. Hop. Back to the bridge. Kunnen we meteen kijken of we erop kunnen rennen. De capeje heeft wel een mening. Nou, kijken of we erop kunnen rennen. Nee. Ik moet steeds omlopen. Hoge bruggen kan je nog steeds niet oprennen. Dit is inderdaad een mooie game voor Wouter Brugge. Deze game komt op 24 januari uit op PlayStation 5 en PC. Het scheelt inderdaad PlayStation exclusive, maar heb je een mooie videokaart in je PC zitten, dan kan je ook die raytracing lekker aanzetten en kan je van genieten. Super veel kleine details in het gras met de bloemetjes. En daar gaan we weer. Proberen niet van de brug af te vallen. Oké, okay, dat was misschien iets te vroeg. Niet van de brug af vallen. Nee. We gaan niet van de brug af vallen. Pop. Auw. Yeah, scattershot. Pop. Bijna van de brug afvallen. Wauw. Ja, die spel is wel vet. Hier, bloem. Kijk, dat deed helemaal niks. Tendril. Nee! No! Ik ben zo bang dat ik van die brug geval. Hoppa, die is wel lekker. En hij zegt, heb ik nou die hele brug gecleared? Nee, er is nog eentje. Nou, die gaat eraan. Hoppa. Is het nu klaar? Of staat er nog één? Er staat er daar nog één. Twee zelfs. Nou, komt ie jongens. Je mist een beetje melee combat in deze game.
Het is allemaal met spells. Dus daarom voelt het een beetje als button bashje. Ik gewoon op knop aan het spammen ben. Met melee combat ben je vaak toch wat meer versatile. Oké, okay, een soort van eindbaas. Locking on to enemies. Yes. R2. Oké. Okay. Nee, dat doet helemaal niks zelfs. Overal voor resistant. Nee, 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 nee! Are you trying to get yourself killed? Nee, ik val voor de lol van die brug af. En dan moet ik weer helemaal omlopen. Ik doe iets verkeerd. Lijkt me niet de bedoeling dat je in een soort van eindbaasgevecht van een brug afgeduwd kan worden. Dat je dan weer helemaal terug moet lopen. Maar we gaan het gewoon nog een keer doen. Nou, dan zijn we weer. Hopelijk staat die eindbaas gebaasd nog. Ja, there we go. Oké, okay, dit is wel een soort van melee combat. Oké. Okay. Ah, ik had gewoon een andere ability moeten nemen. Mijn gezeur over de melee combat was nergens op gegrond. Oeh. Dan moet je harder slaan misschien. Ah, kijk, hier kan je kiezen. Rage slide, arc slide, blast. Stevige baas. Ah! Oké, dit is dope. Happy to go on fighting? Wat zei? Gered. Zit hier überhaupt wel een soort van feedback op? Ja. Je voelt het niet. De impact voel je niet echt. Maar. Het ziet er wel spectaculair uit. Dus je voelt je wel een soort van powerful. Die magie die met je meevliegt. Dus dat is wel vet. En ik ben wel de hele tijd nieuwe dingen aan het ontdekken. Improve your magical powers at the Monument of Strength. Nou, daar was ik volgens mij net ook al. The Monument of Strength is daar. En dan paas ik hem hier over aan Cody voor deze Let's Play. Want we doen een marathon sessie. Kan Cody je meer vertellen over de wereld van Forspoken? Tot snel, groetjes. Hallo, mensen op de YouTube en mensen in de Twitch chat. Hoe gaat het met jullie? Ik heb al zo lang kijk ik uit naar Forspoken. Eerst wat me opvalt, de prestatie is niet direct heel goed. Of ligt het aan mij? Of zit er misschien bij de. Staat hij misschien op. Niet op Fidelity? Zo, difficulty easy dag. Er zijn wel veel difficulty settings trouwens. Ja, ik zet hem wel op normal. Nee, gewoon op hard. Ik ben vaak weer ook te bang, hè? En je kan dus niet. Wacht, heb je. Oh, hier.
Hold on, we gaan even kijken. Display settings. Quality focus, dag. Performance focus, toot toot. En dan gaan we even kijken. Oh, so much better. Hallo, mensen in de chat. Cody Jon is erbij, Vulky is erbij en allemaal mensen in de chat. Het is een YouTube ding ook. Hold up. Even kijken hoor, want ik weet niet. Oh. Not bad, I guess. Yes. Ik heb alleen geen koffie meegenomen. Dat is een beetje jammer. Nee, niet. Wat zit je nou de albokaal te gooien hier? Dat kan echt niet. Even kijken. Wow. Oké dan. Oké, mijn hype voor deze game is ineens met 300% toegenomen na dit. Jezus. Alleen, die... Ik ben nog even aan het kijken hoe dit werkt hoor, jongens. Oh, maar deze game wordt fucking vet. Ik ben nu al verkocht. Lege wereld, waar zijn de kippen? Ik wil kippen zien. Help! Oké. Hier, pauw. Kapidoei. Anders neem even een tiger uppercut van mij. Hier, tuut. Oh, help! Oké, let op. Let op, hè. Oké. Komt-ie, hè? Komt-ie. Oké, deze game is aan. Als een halfrijpe banaan. Finish the job? Ja, hoe? Maatje. Help! Ik weet niet hoe ik de job moet finishen. Oh mijn god, dit is vet. Holy shit. Ik wil Forspoken en ik wil het nu. Oh my god. Dit was echt vet. Nee, niet op mij stemmen voor de avond van de week. Dat is nergens voor nodig. Forspoken is een nieuwe franchise, Pokey. Bedacht door... Of nee, bedacht van Square Enix. En ik ben echt super hype voor deze game. Ik heb hem een beetje foreshadowing op het eindejaarslijstjes. Maar hij staat bij mij op 4. En vooralsnog zie ik niet een reden om niet deze op meest een van de 5 meest betaalde games. Is dit betaalde promotie? Nee, dit is geen betaalde promotie, Witte Wit. Ik ben daadwerkelijk hyped voor deze game. Is het niet leuk dan, tot nu toe? Ja, ik kom natuurlijk pas net, hè? Jullie kijken al een tijd. Is het niet leuk dan? Oh, dat verbaast me echt, want tot nu toe voelt het echt fantastisch voor mij. Moet je eens even kijken wat ze doet. Heb jij dat ooit gedaan? Nee, dat dacht ik. Hier, tuut. Een kleine... Oh, stop met dat doen. What the feckle bounce. Kijk deze beans. Help. Kom hier dan. Jezus, doe eens even niet zo gek, joh. Ik kan me niet herinneren dat ik het ooit heb gedaan. Nee, maar ik bedoel, Martin was net al aan het spelen. Ik wilde, of ik zou, ik had de mogelijkheid om dus naar Parijs te gaan op deze check. Alleen het was op Black Friday, dus het was echt geen handige tijd voor ons. Anders had ik dat wel gedaan. Help! Kan ik niet? Oh ja. Oké, kennelijk kan dat ook. Jezus! Maar luister. Wat ik me afvraag, eigenlijk. Is, kan ik een finisher doen? Want soms dan liggen die boys op de grond. En het enige wat ik dan denk is, pa. Wanneer kan die ook weer uit, deze snippet? Deze flippet? 24 januari. 24 januari al, dat is best wel rap. Zo uit het buiten koppie, hè? Normaal niet omdat Luc dat tegen me zei. Hè? Dat is mijn boy Luc. Help! Ik ga weer bijna dood. Verdomme man. Zo'n grote vuurbal ineens op je kap. Daar word je toch helemaal eng van.
En waar de fuck komen de hele tijd al die rendieren vandaan? Ooit houdt het ook een keer op, hè, met die rendieren. Ik bedoel... Wacht, ik heb een idee. Tiger, Picard! Denk ik. Had ik het idee, maar... Oh, ik heb nu twee van die... Poebe de Woepskies. Nog wel zin van MC Martin in deze, van dit allemaal. Oh, shiba! Ik zoek eigenlijk nog een soort ranged move. Een ranged attack. Oh! Holy shit! Ja, het is... Ja, hij moet even... Help! Zeg ik dan. Tiger Uppercut! Maar luister, volgens mij blijven ze gewoon terugkomen. Heb ik het idee. Ik summon even dit dikke zwaard. Wauw. Ik I fucking know already. Je wordt gescholden. Vind ik ook leuk. Oh, dit is misschien omdat ik hem op hard heb gezet. Dat die gasten zo langzaam doodgaan. Ik wil trouwens niet weten hoe deze game op easy is dan, want ik heb nog geen moment gedacht dat ik bijna dood ging. Oké, de save game meenemen met het eindelijke spel. Ik denk het niet, en waarom denk ik het niet? Ik heb het idee dat we een beetje midden in de game zijn gedopt. Maar dat kan ik verkeerd hebben hoor. Het voelt niet per se als een heel early game ofzo. Ik heb ook het idee dat we redelijk veel abilities hebben al. Een paar van die die-jackets. Ik zit nog even. Hey, even een beetje te checken wat alle knopjes zijn ook en zo. Hè. Maar wat ik dus even moet. Oh, joppie toch. Wat ik moet doen, is ik denk ik moet hem straks van hard afhalen. Niet omdat het nou zo moeilijk is, dat valt reuze mee. Maar ik heb wel het idee dat ik straks geen werk meer gedaan krijg als het zo lang allemaal duurt. Help me, I don't want to die in here. Hey, wap ik hard. Die aanval die breekt wel lekker de week, moet ik eerlijk toegeven. Zo, maar dit breekt echt wel lekker de week hoor. Hé, hey, waar is Martin? Ik ben Martin. Help. Ik ben met je teken. Ik zou juist even een flinke daaijakker verkoppen. Hier. Tuut. Zorg wel dat je voor 2:30 de demo uit hebt. Want dan stoppen. Oké, ik moet echt even dan niet meer op hard zetten, jongens. Want dit schiet niet op. Het is wel leuk, hoor. Oh, nou, dan gaan we even dood. Mooi moment. Iedereen kan... Ja, Renown Bars of Renown Res. Iedereen kan zeker. Ja, nee. Quickload. We gaan hem even... Dan zetten we hem wel op normal, want... anders gaan we het natuurlijk niet redden. Anders gaan we het niet redden, niet. Zet hem op normal. Vaak ben je te bang. Oké, daar gaan we. Waar moeten we heen? Oh, daar. Kan ik hier niet het bergje op? Oh, maar natuurlijk kan dat. Natuurlijk kunnen we dat. Woepetee. Ik wil ook van die voetjes. Vind ik wel leuk. Oh, waarom is R2 dan de hele tijd dat, jongen? Ik mis toch een beetje de ults en shit. Jullie niet dan? Kijk, ik heb wel deze Big Mamba Jamba hier, maar... Heeft Martin antwoord gehad van de NPO dat ze dat filmpje hebben gehad? Welke NPO? Of welke... Dat filmpje van Eén Vandaag, was je erbij? Nee, man. Wat was er gebeurd dan? Oh, Eén Vandaag had een video van ons gebruikt, van die fiets, van Mootfiets.
En het onderwerp was reclame maken voor producten, terwijl we helemaal geen reclame maakten daarvoor. Terwijl wel Martins gezicht is gebruikt, ongevraagd. Oef, welke fiets dan? Van Move of zo, die ene die we met die drone hadden geschoten en zo. Oh, die? Die fietsvideo. You kidding me? Het was gewoon een review, toch? Klopt, ik was een review en hun hebben een vandaag heeft ik gebruikt als een reclamevideo. Zo, dat is wel echt een flinke fuck op van ze. Ik heb dit helemaal gemist, joh. Je mist de ults en cheered. Ik mis cheered ook wel, ja. De sabotage. Bewuste sabotage. Of in camouflage. Zullen we hem even bewuste sabotage. Nee, ik heb dat helemaal volledig gemist, joh. Godzonder u. Maar, wacht even, want ik weet niks hè, van dingen op tv, man. Maar één vandaag, dat is toch die. Is dat niet Ongehoord Nederland en shit? Of is dat weer iets anders? Of is dat op één? Of is dat bij één? Of is dat één mens? Fuck, ik weet niet, man. Eigenlijk weet ik echt niet wat de fuck. Ik zoek dus. Wat ik me dus afvraag, is: heb ik ook een soort van manier om naar beneden te soaren, zeg maar, met een iets? Of is het. Ja, vind ik fantastisch hoor, maar. Help, help! Luister dan, verhaal van die game. Volgens mij komt zij gewoon uit de Bronx of zo, of uit Essex. En ging ze ineens naar een magical world. Was dat niet het hele ding? Ja, dat klopt. En nu doet ze dit soort dingen. Dat is wel fucking Narnia shit eigenlijk. Dat is wel echt helemaal nut. Wat bankers. We gaan een biertje rennen. Wie is die man die met ons praat? Wil hij gestoken worden ofzo? Ik weet het niet. Ik weet het echt niet, jongens. Ik ben dus zoekende. Ik ga toch even snel spieken bij de controls, want ik word er wel een klein beetje gekker van. Wat staat hier niet bij? Confirm button, al die shit. Nou, fuck it. Oké, never mind. Inmiddels weet ik wel dat dit kan, dat dit een ding is. En dit heb ik ook geleerd. Oh, ik weet ook inmiddels dat dit zo'n pool move is. Oh, heb je die gezien? Waarom denk ik dat ze uit de Bronx komt? Nou, ik dacht dat ik dat maar kon heugen uit de trailer. Want, waarom? Toen ik die trailer keek, dacht ik eerst dat het Hogwarts Legacy was. De tweede trailer. En toen leek het ineens Forspoken te zijn. Ja. Maar toen deed ze ook veel met water. Ik heb het idee dat we nu alleen vuur wielden. Oh kijk, wacht. Ik zie nu pas, je hebt hier Zwaardmans. Dan heb je hier Chartmans. En dit is Crucible. Oh, dat is die? Luister dan. Fussy Blade. Die gaan we fixen. Nou, hold on. Moet ik al deze dudes even nog even een... Hoppatee. Au. Waarom word ik geraakt door mijn eigen vuur? Dan is het leven toch minder mooi. Uh-oh. This might be it. Come here, boy! Nee. Minder. Nee. Is dit een timed demo of gewoon een klein stukje van de game? Dit is een demootje. Die kan je zelf ook downloaden nu op de PS5 of op de PS Store, volgens mij. Ja. Nee, hoe ben ik nou weer dood? Ik bedoel, moet ik... Oh, nee toch. Oké, dan gaan we dit weer doen. Help.
Wel leuk. Witte de Wit vraagt, wat was mijn hoogtepunt van de Game Awards? Ik, weet je wat het is? Ik vind het... ik denk dat ik... Help. Ik denk dat ik het uiteindelijk een betere Game Awards vind dan vorig jaar. Al met al. Alleen... Ik had na de show van vorig jaar wel veel meer van... Oké, deze game wil ik nu checken. Deze game wil ik nu spelen, weet je wel? En dat uiteindelijk... Ik had het met Judas. Ik denk dat uiteindelijk mijn hoogtepunt was... Nou ja, mijn persoonlijke hoogtepunt was de gameplay van Earthblade. Maar dat is niet per se... dat is niet per se iets wat aanslaat, denk ik, bij jullie. Maar Judas was een soort van Bioshock, man. En die voelde ik wel echt heel erg. Een beetje gory-achtig. En ondanks dat het een soort van vrolijke cartoonstijl heeft, voelt het toch erg... Het had wat weg van Deathloop, zou je bijna kunnen zeggen. Daar werd ik wel heel blij van. En ja, verder, kijk, zo'n Death Stranding of zo, ja, dat kan mij echt aan mijn reet roesten. Ik heb die eerste game niet gespeeld en ik kan wel doen alsof ik dat ooit ga doen. En dat doe ik ook af en toe wel, maar waarschijnlijk ga ik dat niet doen. Want ik heb nog veel andere games die ik liever zou spelen dan Death Stranding. Dus dat doet me niet heel veel. Ik vond die nieuwe Crash game zag er fucking kut uit. Dat was een soort van Rocket Arena, alleen dan in Crash Bandicoot. Ik moet ook even niet doodgaan trouwens. Ik weet dus niet... Ja, jongens. Ik weet dus niet hoe ik speciale aanvallen doe. Dat is een klein beetje vervelend. Lichtelijk. Ik zou zeggen dat het lichtelijk vervelend is. Ja... Ik kan ook niet echt wegrennen voor die gasten. Oh. Dat was iets nieuws. Wow! Wat was die dan? Waar zijn ook echt mijn ults gebleven? Au. Ja, maar ik weet letterlijk niet hoe ik dat beest moet killen omdat ik geen aanvallen heb in de lucht. Nee. Heb je niet een soort van aanval of zo? Dat je een beetje zo van... Dat lijkt me chill. Ik moet toch ergens even die fucking aanvallen zien. Want dit werkt echt niet. Even kijken. Ja. Soms een magical sword. De spel kan dat... Nee. Kijk hier, dit soort dingen. Hoe doe ik dit soort dingen dan? Weet ik niet. Dat weet ik gewoon nog niet. Ja, nou ja, oké. Ik vind het wel leuk. Tot nu toe nog niet echt progress geboekt sinds ik speel. Zelfs dit snap ik nog niet helemaal. Help me. Oké, nu wordt het hem. Ik heb alle vertrouwen. Kijk, zijn dit een soort van healing dingen misschien? Balmflex. Denk je dat het voor crafting is? Help! Get out of the way. Niet nu al schade oplopen. Oké, fuck jullie. Later! En waar is een double jump? Double come a long way. Oké, daar gaan we weer. Scattershot. Leech. Kijk, ik heb eindelijk knalletjes gevonden.
Jozef! What the fuck? Ja, dit verandert de zaken natuurlijk wel een beetje. Het probleem is dat ik niet meer weet hoe ik daar kwam. Dus we gaan het nu gewoon met deze gasten doen zo. Godverdomme man, moet je kieken dan hé. Ja, vriend, denk je dat ik het zo leuk vind? Oké, somehow heb ik mijn zwaard weer terug. What the hell? Het gaat wel goed, ja zo. Wat vind jij ervan, Luc? Dramatisch. Ah, kijk, het voordeel is... Ik heb geen idee. Op dit moment weet ik even niet wat het voordeel is. Moet ik hem op easy zetten? En dan onterf ik mezelf wel. Kijk goed. Ja, waarschijnlijk wel de conclusie. Help. Maar staat hij nu op hard? Nee, hij staat niet op hard meer. Dan kom ik hier ook niet meer op. Wacht, misschien kan ik gewoon erom. Dat zou wat tijd spelen. Ik ga even checken of die op hard staat, voor de zekerheid. Difficulty settings. Gameplay balance. Normal. Zie je nou? Help. Tijd voor easy. Niet zo doen, Naomi. Nu moet ik huilen van binnen. Wel terecht. Nee, ik ga hem niet op easy zetten. Dat dan neem ik nog liever ontslag. Maar kijk, mijn ding is, ik moet ook... Kijk, Arc Slice. R2L2. Geef mij ergens een beetje uitleg. Ja, dat is natuurlijk omdat ik... Zeg, ik denk ook dat wat ik nu doe, dat niet heel veel zin heeft. Ik denk dat we beter gewoon weer dit kunnen cheesen. Hé, hey, een pelikaan. Oh my god. Ik wil niet nu al levens kwijtraken, jongens. Ik moet nog naar die fucking dudes daar. Oké, okay. Almost there. Nee. Als ik nou alvast even uitzoek wat healing is en hoe ik aan healing kom, dan gaat mij dat misschien wel wat hoofdpijn schelen straks. Ja. Jongen! Dit is niet ook... Dat kostte mij levens. Ik heb besloten dat ik dit officieel niet oké vind, wat hier allemaal gebeurt. Marvin Gaye moet je healen. Geef mij wat sexual healing, please. Oké, help! Nee! Je kan naar Travel Pit! Ik moet daarheen, maat! Ik moet daar zijn! Hoezo laat mag ik daar niet... Oké, okay, nou ja. Dan is het wel echt tijd voor MC Martin. Ho. Wat zit hierin? Een feather. Nou, grandioos. En dit dan? Is dit dan healing? Sure, Violet. No good, huh? Thought as much. I cannot travel the camp. Nee, ja, ik probeer mezelf te healen. Beetje sexual healing. Happy to sell draw. Yeah, I'll survive. People used to live here. People who may have left. Air slice, rage slice, blast slice. Might as well take a look around. A lightning quick area slice. Okay. You're not invincible. Remember that. Tell me something I don't know.
Nou, zeg maar, waar ik me aan stoor is, ik deed net de hele tijd super grandioze vette aanvallen met boom en wow. En nu kan ik niet eens iets meer daarvan. Waarom niet? Wat heb ik verkeerd gedaan dat dat ineens niet meer kan? Oké, ik ben inmiddels erachter hoe ik zweepaanval doe. Hoe noem je dat? Speeraanval. Kijk, dit helpt wel. Nu, now we're talking. Hier, goeie genade. Die zocht ik dus net. Dat kan je wel zeggen, ja. Ja. Maar ik kan niet mezelf healen, chef. Dat is dus een beetje waar ik tegenaan loop op het moment. Oh, wat is dit? Hier, get juked. Oké, nu zo... Ah! Oh mijn god, sorry, dat was jumpscare ineens. Ja. Nee. Wat moet ik doen dan? Hij zegt nou, doe het. Ja. Nee, niet mijn superaanval. Luc, ik ben boos. Ik weet niet wat ik moet doen. Oké, nu dan. Wolf. Wat is wolf? Wat is wolf? Ja, ik heb wolf gedaan. Oké. Dat was leuk. Dat was leuk. En nu? Een Judicius, a cloak once beloved by Tentaprov. Tentaprov protects the wearer from being dazed. Oké. Nou, graag. Forspoken demo, completed. Extra challenge. Ik heb dus de demo complete. Ioepie.